We zijn in een les over opvullagen al eens verloop tegengekomen. Dit was één van de drie opvullagen. Er is ook een verloopgereedschap aanwezig. Deze vind je hier. Deze zit in een groep samen met het emmertje. We bekijken eerst de optiebalk. Als je op dit kleine pijltje hier klikt, dan zie je meerdere verlopen. En als ik op dit kleine pijltje hier klik, dan zie je onderin het menu nog andere categorieën met verlopen. Ik kies hier bijvoorbeeld voor ruisvoorbeelden. Photoshop vraagt mij of ik de huidige verlopen wil vervangen door de verlopen uit de ruisvoorbeelden. Dat wil ik, dus ik klik op OK. Nu zie ik hier de gekozen verlopen. Ik klik op hun verloop. Als ik dubbelklik is het menuutje ook gelijk weg. Dat is wel handig, dus ik dubbelklik op een verloop. Vervolgens hebben we de keuze uit 5 soorten verlopen. Als je met je muis op gaat staan, dan zie je de naam van het verloop. Het eerste en waarschijnlijk het meest gebruikte verloop is lineair verloop. Je gebruikt zo'n verloop door te klikken en te slepen over je foto. Als je sleept helemaal van links in je foto naar helemaal rechts in je foto, dan zie je de kleuren van dit verloop heel goed. Als je een korte lijn over je foto sleept, dan zie je de buitenste kleuren heel groot en de binnenste kleuren heel klein. Het volgende verloop is radiaal verloop. Deze maakt een cirkel van het verloop. Ook nu zie je een groot verschil tussen een lange lijn of een korte lijn. Het verloop erna heet een hoekverloop. Dat ziet er zo uit. En het verloop daarna heet gespiegeld verloop. En tot slot is er het ruitverloop met dit resultaat. Je ziet dus dat de lengte van de lijn die je sleept veel invloed heeft op hoe het eruit komt te zien. We kijken verder op de optiebalk. Je ziet modus staan. Ook bij het gebruik van de verlopen kun je een modus instellen. Ik zet deze bijvoorbeeld op puntlicht. Ik klik eerst in het deelvenster historie op mijn miniatuur, zodat ik de oorspronkelijke foto weer heb. Want anders zien we het effect niet zo goed van dit verloop met het puntlicht. Op de optiebalk zie je onder andere ook nog de dekking staan, zoals bij veel andere gereedschappen. Zelf gebruik ik dit gereedschap regelmatig in combinatie met een masker. Ik zal dat in een voorbeeld laten zien. Eerst klik ik in het deelvenster historie op het icoontje, zodat ik mijn oorspronkelijke foto weer terug heb. Vervolgens kies ik via dit pijltje en dit pijltje hier voor verlopen herstellen. En ik klik op OK in het venster met de vraag of ik de standaard verlopen weer wil zien. Hier is de foto van een meisje. Deze ga ik slepen naar de andere foto. Ik selecteer het verplaatsgereedschap. Ik klik op de foto en ik sleep deze naar het tabblad van de herfstfoto. Ik hou nog steeds mijn muisknop ingedrukt. En ik sleep weer naar de foto. En hier laat ik los. En ik schuif de foto op de goede plek. Ik wil de foto van dit meisje mooi laten overvloeien met de herfstfoto. En daarom maak ik nu een masker voor de laag van dit meisje. Dat doe ik via dit knopje. Ik zorg dat mijn voorgrondkleur zwart en mijn achtergrondkleur wit is. Dus ik draai ze om nu. Ik check even of het masker geselecteerd is. Dat is die. En ik kies een verloopgereedschap. Ik kies de eerste. Dat is van voorgrondkleur naar achtergrondkleur. Dus dat is nu van zwart naar wit. Dubbelklik om dat menu gelijk weg te hebben. Nu ga ik een lijn trekken van de rand van deze foto naar ongeveer 2/3 van de foto. En ik laat los. En je ziet nu een hele mooie geleidelijke overgang van de herfstfoto naar de foto van het meisje. Ik zie alleen dat er een heel klein beetje herfstfoto door haar gezicht zit. Dat wil ik niet. Dus ik selecteer het penseel
Ik zorg voor een mooi zacht penseeltje. Voorgrondkleur maak ik wit. En ik sleep even over haar heen om zeker te weten dat haar gezicht geen herfst heeft. Als ik nog een klein beetje herfst achter haar wil, aan de bovenkant erachter, maak ik mijn voorgrondkleur weer zwart. Dat kan ik ook doen met de X-toets op het toetsenbord. En ik sleep hier een beetje achter. Je kunt dus starten in het masker met een verloopgereedschap en met het penseel kun je je masker verder verfijnen. En je kunt zo hele mooie vloeiende overgangen maken tussen de ene foto en de andere foto. In deze les hebben we het verloopgereedschap bekeken. We hebben gezien dat er al heel veel verlopen in Photoshop aanwezig zijn. En dat je ook verschillende soorten verloop hebt, zoals het radiaal verloop en het lineair verloop. En aan het eind van de les hebben we zo'n verloop toegepast op een masker, om een mooie vloeiende overgang van de ene naar de andere foto te creëren.